Weet je wat nou zo erg is aan mij zijn? Dat is zodra je iets belooft aan iemand of iets belooft aan jezelf, nou, ik aan mezelf dan, dan op een of andere manier kan ik precies dat ding niet waar maken. Dus ik dacht, weet je wat, ik beloof gewoon niemand niks meer. Want dan heb ik ook geen schuldgevoel van shit, shit, ik moet een video gaan maken, want ik heb het gezegd. En dan raak ik in paniek, weet je wel. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar ik beloof niks meer. Ik laat verder niks weten. Er komen video's van mij. En ik zat me op te maken. En toen dacht ik, ja, weet je, mensen vragen zo vaak naar mijn wenkbrauwen. Het is echt inmiddels al belachelijk, bijna. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker voor jullie laten zien hoe ik mijn wenkbrauwen doe. Even kijken hoor. Nou, dan begin ik gewoon met. En wat ik ook nog even wou vertellen. Kijk, hij moet even scherp stellen. Misschien komt hij nog hoor. Misschien komt hij nog. Ja, zoals je ziet. Ik heb echt een gigantische uitbraak hieronder. En lullig is, dit zijn niet eens pukkels. Dit zijn van die uitgedroogde plekjes van de winter. En dat, daar ga ik dan aan zitten krabben, weet je wel. Dan komt er een rood vlekje. Fucking niet chill. Maar ik ga gewoon lekker mijn wenkbrauwen doen. Ik gebruik hiervoor. Kijk, dit doet hij af en toe. Ik zorg het weer ook eens dadelijk. Ik gebruik hiervoor de eyebrow pencil van de HEMA. En dat is een nummertje. Nummer 11. Ik tril een beetje. Ik heb geen idee waarom. Ik dacht, ik ga een video maken. En zodra die aanstaat, ga ik trillen. Terwijl ik praat in principe tegen mezelf. Jullie zien het nog niet eens. Dus ik hoef nergens bang voor te zijn. Oké. Wat je dan doet, is je maakt het puntje scherp. Het is belangrijk om met elke wenkbrauw te beginnen met een scherp punt. Dat is wat ik doe. Dus daar ga ik. Dan zet je hier een rechte. En een scherpe rand. Kijk hoor. Oh my god. En mijn borstel is eraf. Wow. Mijn borsteltje is eraf. Word je gek van? Oké, jongens. Normaal gesproken even borstje gebruiken. Dan zorg je dat je dit mooi omhoog borstelt, zodat je die lijn eronder kan pakken. Maar ik heb nou geen borsteltje, dus ik doe gewoon zo. Op mijn gevoel. Ik kijk altijd boos. Zodra ik mijn wenkbrauwen teken. Oh, je ziet het niet eens. Zodra ik mijn wenkbrauwen teken, kijk ik boos. Kijk zo. Kijk hoor. Zo. Ja, zo zie je het er. En dan zet ik hier een hoekje. Ik zorg dat die hoek hier een beetje aansluit. En dan vul ik het kale in. Weet je wel? Hier. Hier groeien nog een paar. Ja, haartjes niet. Heel fokt. Even. Nee, ik moet echt een borsteltje pakken. Twee tellen. Nou. Even scherp stellen weer. En dan maak ik hem zo. Kleur ik hem in. Kleur. Dit doe ik allemaal heel zachtjes, hè. Ik ei het soort van. En ik doe een beetje. Kijk, dit. Als je zo gaat, moet je heel zachtjes doen. Gewoon dat je die haren heen en weer slaat, maar je komt wel op je huid, weet je wel. En dan bij die streep hieronder, die kleur ik even een beetje door naar boven of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Die maak ik gewoon wat dikker, zodat je geen streepje meer ziet. Maar hij loopt wel over, weet je wel. En dan de voorkant doe ik een heel licht hoekje. Kijken. En dan pak je weer het borsteltje. En even scherpte, zo. Kijk, en dan hier zie je nog een paar plekjes. Kleur ik ook weer in. Trek het weer netjes. En dan heb je een wenkie. Kijk hier een beetje nog. Het is echt heel zacht werken. Maar ik hou niet meer van de Insta-wenkie. Weet je, nog nooit van gehouden. Ja, toen ze net in waren, toch ik. Sorry. Toen ze net in waren, vond ik het mooi. En dan toen zag je het ook niet zoveel. Toen dacht ik, wauw, dat is wel de ultieme nette wenkbrauw.
Maar eerlijk is eerlijk, als je dan al die meiden met dezelfde wenkbrauw ziet lopen, dan denk je, ja, ik wil toch je eigen ding in je gezicht houden, toch? Dus dan ga ik gewoon voor een ander soort. Het is gewoon heel belangrijk om. Oh. Wacht, 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 wacht. Ja, dit is hem. Oké, het is dus gewoon heel erg belangrijk dat je zorgt dat je wenkbrauw aan de achterkant, dat hij daar een goede, duidelijke lijn heeft. Gewoon een goede, duidelijke vorm, weet je wel. Wat je aan de voorkant, even scherp stellen jongens. Wat je aan de voorkant ziet, dat lichte, daar moet gewoon, dat moet gewoon subtiel blijven en het moet gewoon overlopen naar je gezicht. Tenzij je fucking zware make-up draagt, dan kan je inkleuren wat je wil. Maar hij moet een beetje zacht overlopen. En nou vind ik dat van heel donker naar licht naar doorzichtig naar niks, vind ik dat een beetje te. Dat is de instawinkie. Ik vind dit voor bij mijn gezicht eigenlijk gewoon perfect, weet je. Ik heb hele dunne wenkbrauwen gehad. En eerlijk is eerlijk, dan lijkt je voorhoofd zo hoog. En je accentueert alleen maar verkeerde dingen ermee. Ik doe even snel die ander. Zal ik even hier een spiegeltje neerzetten? Ik snap het wel. Hier. Kijk, en dit doe ik wel vaker. Dan begin ik automatisch. Maar je moet hem eerst slijpen. Ga ik hem even slijpen. Oké, dus dan doe ik even zo. Juist, daar is hij weer. Even scherp. En zoals je ziet heb ik hierin echt amper wenkbrauwharen. Ze komen echt terug. Het zijn allemaal donsjes. En ze kleuren echt per maand steeds meer in. Dat is super chill. Deze doe ik altijd een beetje alvast. Omdat ik me irriteer aan de kale plekjes. Slaat eigenlijk nergens op. Deze trek je ook weer zo door. En dan die hoek. En ik kijk boos. Omdat die lijn dan zo loopt. Weet je wel, slaat nergens op. En de kleur het weer wat donkerder, zeg maar. Zodat je echt duidelijk ziet van, oh, wenkie. En dan ervoor. En dan kijken. Kleur ik hem hier een beetje in. Want deze wenkbrauw is al wat meer aangezet, weet je wel. Dus dan kleur ik gewoon hier wat te licht is. Naborstelen. En als je nou echt wenkbrauwharen van jezelf hebt, accentueer die dan gewoon. Weet je, je moet gewoon laten zien dat je van jezelf wenkbrauwen hebt. Oh, kijk nou! Kijk wie erbij komt. Het konijn. Ben je zo lief? Hij is echt heel lief. Dit waren mijn wenkies. Ik kan natuurlijk wel even de rest van mijn make-up fixen. Ik heb eigenlijk alles al gedaan. Dus weet je, het is alleen. Ja, het is alleen dat ik het even wil laten zien. Ik ga toevallig vandaag, strakjes, heb ik een afspraak bij de dokter. En de dokter die gaat dan heel even alles doorverwijzen naar de dermatoloog. En als het goed is, ga ik dan weer aan de Roaccutane. Want ik moet die kuur gewoon nog afmaken. Alleen ik kreeg heel erg veel lichamelijke klachten. Ik kreeg pijn in mijn gewrichten. En het was gewoon niet goed. En ik at heel slecht toen de tijd. Dus het was ook heel belangrijk dat ik goed at met die medicatie. Maar dat gaat dus niet. Nu inmiddels wel. Het gaat nu al beter met eten. Dus ik zou die medicatie eigenlijk wel weer gewoon kunnen. Ja, daar zou ik eigenlijk gewoon weer aan kunnen beginnen. Maar ik hoop dat het mijn acne zo erg weg is eigenlijk. Dat ik het gewoon meteen kan laten lezen en dat het oké is. Want ik heb echt een jaar geleden Roaccutane gebruikt. En je moet ook echt niet daadwerkelijk een jaar wachten. Wil je met laserbehandelingen beginnen. Want anders komen die pukkels aan de onderkant weer omhoog na een laserbehandeling. En dan ben je weer end zoek. Dat is ook kut. Dus, guys, dit waren mijn wenkies. Ik heb ze heel spontaan gedaan. Volgens mij zitten ze redelijk recht, hè? Volgens mij wel. Met oogmake-up is het natuurlijk altijd beter. Dus, guys, je ziet me later. Ik doe een update over de dermatoloog als ik ben langs geweest. Ik ga dat iedere keer filmen. Dus iedere keer doe ik gewoon, als ik bij de dermatoloog ben geweest, bij de huidarts, doe ik gewoon even een klein filmpje maken met een update over mijn acne-situatie. En dat is ook fijn voor jullie. Want als jullie ook acne hebben, zou het super chill zijn om gewoon een beetje tips te krijgen van mij wat ik doe ermee. Dus guys, ik ga me klaarmaken voor de dokter. En jullie zien me later. Bye.